betere zorg voor Parkinson-patiënten. NIC bezoekt kinderziekenhuis en grensoverschrijdend gedrag binnen de Radboud Universiteit. Parkinson-patiënten die behandeld worden door specifiek getrainde zorgmedewerkers hebben veel minder te maken met complicaties dan patiënten die alleen maar door reguliere behandelaars gezien worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC onder meer dan 50.000 patiënten die Parkinson hebben. Wat we zagen is dat mensen in de groep met een gespecialiseerde fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist of ergotherapeut een kwart minder complicaties hadden dan mensen die door een algemene therapeut behandeld werden. Leo, slik je hier wel eens? Brenda Bouwmeester is logopediste. Ik ga er weer drinken. Ze heeft een speciale opleiding gedaan om Parkinson-patiënten te behandelen en maakt deel uit van het Parkinson-net. Waardoor je makkelijk verslikt. Een specialistische zorgketen van hulpverleners die in 2004 de hoogleraar Bas Bloem is opgericht voor mensen met Parkinson. Mensen zoals Leo van Alstust. Ziekte van Parkinson is toch wel een hele andere ziekte dan bijvoorbeeld wanneer mensen een beroerte hebben gehad of wanneer je een spierziekte hebt. Dus betekent ook dat de slikproblemen die daarbij voorkomen toch wel heel anders van aard zijn. En dat moet je wel even weten. Is heel gevaarlijk. Zeker als het vaker optreedt kun je ook het risico lopen op een longontsteking. Dan betekent dat iemand langdurig in het ziekenhuis opgenomen kan zijn. En dan heeft dat nogal een impact op de kwaliteit van leven. Dat is een beker met een neusuitsparing erin. Dus het feit dat we nu een manier hebben gevonden om dat aantal complicaties met een kwart terug te brengen, dat is nogal een belangrijk nieuw inzicht. Dat helpt zeker. Want voorzitter, de verslindingen vaker en nu minder vaak. En wat het onderzoek nog waardevoller maakt, is het bewijs dat een combinatie van de verschillende soorten op Parkinson gespecialiseerde fysiotherapie, ergotherapie en logopedie elkaar enorm versterken. De selectie van NIC heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen. Even een moment voor de kinderen om niet aan hun ziekte te denken en hun helden te ontmoeten. Zo was er een heuse persconferentie waar kinderen vragen mochten stellen. En was er alle ruimte om met de spelers op de foto te gaan, handtekeningenjacht en even een potje tafelvoetbal te spelen. Ik vind het ieder jaar echt hartstikke leuk als ik dit soort dingen mag doen, ja, als voetbal. Het is natuurlijk enorm vervelend de reden dat kinderen hier zijn in het ziekenhuis. En als wij dan als voetballers zijn toch een klein steentje kunnen bijdragen waardoor het iets leuker is hier, dan doen we dat heel graag. Ja, en ik kan me voorstellen, het zijn ook eens een keer wat andere vragen als wat wij altijd stellen. Ja, klopt. Ja. Ik weet niet welke ik leuker vind. Ik denk dat toch wel voor de kinderen ga. Het is toch iets gevarieerder en iets minder serieus. Bijvoorbeeld vragen zoals lievelingseten, dat krijg ik niet bij jullie. Maar daarom vind ik het hartstikke leuk om hier een keer te staan. Lievelingseten, ja. Nou, Soef, wat vind je lekker? Ik vind op een vrije dag sushi wel lekker. Hoeveel groepsfoto's hebben jullie gemaakt? Hoeveel? Groepsfoto's. Ja, hoeveel groepsfoto's trainen? Ik denk dat die jongens elke dag wel op de foto gaan. Vooral Jasper, die mag heel graag vaak op de foto. Dat is, ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom. En Lasse wordt ook heel vaak op de foto gevraagd. Die gaan heel vaak op de foto. Moeten jullie betalen voor het voetballen of worden jullie hiervoor nog betaald of zo? Ja, kuch maar even. Wat was de leukste die je kreeg? Wat vond ik de leukste die ik kreeg? Ik vond de hele originele Wat is je favoriete vakantieland? Vond ik het leuk. En hoeveel wedstrijden van NEC heb je gespeeld? Dus dat zijn wel leuke vragen. Weer drukken wij ten strijd. Iedereen mag meedoen, hè? Voor rood. Ja, dat is heel goed. Godverdorie, goed is dit. Filosoof Fleur Jongespier stopt als universitair docent van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dat doet ze vanwege het grensoverschrijdend gedrag van collega's. Ik vertrok uiteindelijk niet vanwege de grensoverschrijdende individuen, maar eerder hoe de academie ermee omging. Omstanders die dingen aanvoelden en niets deden, die notabene meldingen binnenkregen, zegt ze. De universiteit zegt niet op de specifieke verwijten te kunnen reageren. De politie maakte dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht bekend dat er een beloning van 10.000 euro klaar ligt voor de tip die leidt tot de aanhouding van Sherwin Winster. In juni dit jaar ontsnapte de 27-jarige TBS'er uit de pompenkliniek in Nijmegen. Sindsdien is hij spoorloos. Eerder werd hij al op de nationale opsporingslijst gezet. Nu staat hij ook op de lijst van Europol, waarmee hij een van de meest gezochte criminelen van Europa is.
25 jaar na de start van de Waalsprong moet een rij huizen en Lent naast het station alsnog plaatsmaken voor nieuwbouw. Er moeten op die plek 4 woontorens komen, goed voor 450 woningen voor studenten en jong afgestudeerden. 5 van de huidige woningen zijn nog in bezit van bewoners. Die moeten worden opgekocht of in het uiterste geval onteigend. Dankzij de hoge patiëntenwaardering staat de Sint Maartenskliniek wederom in de top 10 ziekenhuizen van Zorgkaart Nederland. Dat is als enige ziekenhuis voor de 4e keer op rij. Dinsdagmiddag vond de bekendmaking plaats in de jaarbeurs in Utrecht. De Maartenskliniek staat om precies te zijn op plek nummer 4, direct onder Rijnstaten in Arnhem. Op plek nummer 1 staat het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Ook mooi nieuws voor voetbalclub Orion uit Nijmegen. Zij staan voor het eerst in de top 50 van beste amateurclubs van Nederland. Voetbalvakblad De Voetbaltrainer heeft voor de 9e keer de top 200 van Nederlandse amateurclubs samengesteld. Deze lijst komt tot stand op basis van het competitieniveau van de jeugdselectie en het eerste team. In dit geval de mannen van Orion 1. Ja, vandaag was een prima dag, tenminste achter glas. De zon scheen heerlijk, maar het was wel ijzig koud. De temperatuur gaat de komende 24 uur wel wat omhoog, maar het wordt ook slechter. Donderdag belooft een wisselvallige dag te worden met veel buien. De buien kunnen soms ook een winters karakter hebben. Met hagel, natte sneeuw. Temperatuur komt uit op zo'n graad of 5, maar de gevoelstemperatuur ligt een stuk lager. De dagen erna beloven vrijwel droog te verlopen, maar wel fris. Zo wordt het overdag slechts 1 of 2 graden. In de nachten gaat het aardig vriezen tot min 4, zelfs min 5 in het weekend. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzendingen kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons even op Facebook, Instagram en Twitter. En zo meteen kun je kijken naar onze bioscooptips voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot morgen.